Yo beste kijkers van de Golden Eagle Channel, vandaag weer een gloednieuwe video. En vandaag ben ik weer samen met iemand en dat is natuurlijk de manager van het personeel. En waar ben jij? Oh, je loopt achter de winkel. Je loopt achter de winkel, hij is zich gewoon even stoppen, hij was bang. Hij durft niet. Maar in ieder geval, ik ben samen met Kai. En hoe is het met Kai? Goed. Ja? Hij moet heel even een fase helpen, denk ik. Ja. Oeh, hij is level 5. Ja, ik zie het. We zijn even iets verder. Zou ik misschien echt mijn loon mogen krijgen? Ja, joh. Kijk jongens, ik ben helemaal niet zo skeer. Kijk, is Vaas actief, weet je dat? Kai? Jawel. Ja? Nee, ja. Kijk hij voor mij ook een K-loon, joh. Waarom ook niet? Zo. Boekie hebben we niet nodig, joh. Zo. Tenminste. What? Wat? Moet je kijken wat hij heeft verkocht? Nou, ik geef wel een bonus. Dat is wel veel. Dat is echt veel. Ik geef hem gewoon een bonus van 500 erbij. Hoppa. Nee, niet geven. Niet geven. Anders moet ik hem daar de volgende keer over zijn boekje loon geven. Even signen als loon. Oh, 1500, hè? Bam! Nee joh, kijk, weet je, wij zijn er heel makkelijk in, Turkije. We hebben zoiets, als ons personeel genoeg online is, dan krijgen ze gewoon genoeg geld. Mm-hmm. We zijn ook wel goed online. Ja, daarom. We zoeken ook altijd heel actieve spelers, want ja, als we geen actieve spelers hebben, dan kunnen we natuurlijk ook heel weinig, of niet dan? Die iSmiley werkt goed. Ja, zeker weten. Ik ben echt tevreden over hem. Maar als jij op dit moment mensen een tip mag geven, want we krijgen echt heel veel sollicitaties nog steeds binnen, af en toe wel 10 per dag. Wat voor tip heb jij aan hun, zodat jij ze sneller kunt aannemen? Wat wil jij graag zien in een boekie waar jij zegt van, ik neem jou aan? Kijk, natuurlijk, ik kan ze ook nog aannemen, maar jij bent degene die het eigenlijk erover gaat. Oh, sowieso. Met kleur helpt altijd. En gewoon hoofdletters en punten. Mm-hmm. En die negatieve en positieve kanten. Punten. Ja, en natuurlijk ook niet zo kort, hè? Want we hebben natuurlijk af en toe van die dingen. Van, ja, wat is het, een paginaatje of twee? Ja, dat helpt niet. Nee. Even kijken hier, hoor. Het is open. Is het open? Gaan we racen? Oh, nee. Ja? Ja, ik vind het best. Ja, joh, we gaan gewoon racen. Joh, waarom ook niet? We kunnen ook vragen of... Vraag eens of we voor een video gratis mogen racen. Even lezen. Die mogen wel gratis lezen. Elke week zal er een race gehouden worden. Wie wint, komt snel mee. Sandhat, wil jij race tegen Vriend of wil je zelf bewijzen? Dat kan voor een kleine inzet van beide spelers. Zal ik ze gewoon 100 geven en dan wil ik racen? Ja? Ja, dan moeten we allebei 100 doen. Ik geef ze wel 250, kunnen we racen. Mogen wij zonder inzet racen gewoon de baan huren? Eens even kijken wat ze daarover zeggen. Sorry, minimaal 100. Oké, okay. Nou dan betalen we minimaal 100. Is helemaal geen rampje, hoor. Zo. Hallo, we willen racen. Is deze race maar moeilijk? Ik denk het wel. Je moet eerst beginnen op die barriers. Waarop? Hier, op die buttons. Zit maar een onzichtbaar blok. Maar we moeten wachten. Nee, ze zei go. Oh. Oh mijn god. Nou, nee! Nee! Ik was er ver. Oh, verdorie. Dit is ook heel makkelijk, dit parcours. Ik zou niet weten.
Oh nee, ik snap dit. Dit snap ik niet. Waar moet ik nu naartoe? Waar moet je nu naartoe? Gewoon er doorheen. Gewoon YOLO-boot, denk ik. Ah, ik zit vast! Ja, ik ook. Kun je me een zetje geven of zo? Ik wil hier weg. Ja, ja, ik ben er bijna. Oké, okay, en nu? Huh? Nee, ik ben getrold. Hier is geen uitgang. Dus... Oh, ik heb het. Okay. Ben je er al? Ik weet niet waar ik naartoe moet. What the fuck is dit? Nu? Wat? Oh, wat is... zo? Hallo? We sprongen erdoor. Help, ik ben bang. Dit is niet leuk. Ik zit vast. Nee. Wat de heck? Hoe? Hè? Oh. En nu? Waar moeten we naartoe? Naar beneden. Oh. Hey, ik heb gewonnen. Waar moet ik naartoe? Je moet over die hekjes. Ja, hallo, dat hebben ze niet gezegd. En nu? Waar ben je dan? Je moet hier naartoe. Ja, maar weet je hoe slecht ik hier ben? Dit gaat een half jaar duren. Nou, zeg maar even dat tegen, omdat het nog een half jaar duurt, want dat ik pro ben in hekjes springen. Ik kan het echt niet. Ik zweer het je. Nee, ik kan het niet. Oh, jongens. Je moet hier... Ja, ik kan dit niet. Je moet op die... Bij dat glas gaan lopen. Dan skip je gewoon een heel gedeelte. Moet ik helpen? Ah, en dan? Je gaat op dat glas. Op die, bij dus, ja. En dan gewoon... Oh, ja, tuurlijk. Het was zo makkelijk, verdomme. Wauw. Ja. Oh, dit was wel grappig, ja. Nog een keer? Nee. Ah, dan verlies ik. Ik betaal voor jou. Nou, zo. Oké. Okay. Maar nu ken ik het wel, hè? Ja, nu ken ik het ook. Oh shit, heb dus. Oeh, die ging bij de pak. Ja. Oh, nee. Ja. Ja. Oh shit. Of domme, ja. Dit is zo'n klote stukje, ja. Ja, ja. Oh, dit gaat echt spannend worden, gewoon. Oh shit. Ik ga winnen. Nee. Nee. Oh, nee. Nee. Ik val er op het einde in. Nee. Ik dacht echt van... Yes, I did it. Maar ik flik dat op. Oh. Nou, je hebt weer gewonnen. Oké, okay, nice. Oh, wacht. Dit is de kassa. Niks. Waar moeten we eruit? Oh, hier, hè? Ja. Nee. Ja. Ga niet nog een keertje. We hebben nog meer, hoor. Huh? Wat? Oh. Wat dan? Ze hebben nog meer. Wilt u bowlen? Ja. Joh. Gewoon speelparadijsje. Ja. Nou, dan gaan we bowlen. Want dit is echt vet. Volg. Volg waar naartoe? Hier. Moet je met zo'n ijsblokje daarheen? Oh, dit is sick. Nou. Wat kost het weer? 100 of zo? Mag ik iets zeggen? Ik kan niet in de pin. Nee, die doet het ook niet. Wacht maar. Moet je even deze pakken? 100. Ik betaal voor jou. Waarom? Ja, daarom. Omdat je mijn manager bent. 1, 2. Zo. En nu? Hoe werkt het? Het werkt zo. Je speelt met twee personen en je zet allebei hetzelfde bedrag in. En nou, als je het gaat doen, gooi je allebei een item. De persoon die dichtbij het hoofd gooit. Oh!
mag een item dan? Ja, dan moet je zelf... Wil je naar boven? Nee. Oh. Dus, krijgen we een item of... Ik denk het wel. Krijg een boekje. Mag ik ook een boekje? Werp een boekje. Oké. Okay. Begin jij? Ja. Maar dit is toch gewoon... Op Q? Ja. Oh my. Moet je het dichtst bij die pion? Ja. Oh, ik ben super goed. Ik ben pro. Truus, ik ontsla je. Je bent te goed. Waar gooi je tegenaan? Weet ik veel wat er gebeurde. Ik wil nog een keer. Nou, nog een keer dan. Hop, chakre. Nou, dan ga ik één keer proberen. Hop, hop. Oh, wacht. 2 keer 100 heb ik dan nodig. Ja, ik kan die ook betalen, ja. Oh ja, betaal je die ook één keer. Is goed, joh. Waar ben je? Hier. Betaal jij 200 of 100? 100. Ik heb 150 gekregen. Doe nog één keer. Oh. Hey, zo zullen de titel van de video. Speelparadijs in Mindtopia. Oh, nu heb ik het werkboekje. Ja, die brengt ongeluk, hè? Hoe deed jij dat? Sprong jij of niet? Nee, ik ging gewoon zo rennen. Ja! Het spel heeft iets tegen mij. Nou. Hebben jullie nog meer? Ik ben benieuwd of ze nog meer hebben. Dit is echt zo gaaf. Ja. Hier, jij mag dit hebben, troostprijs. Jij. Ik krijg ook een troostprijs. Ja, we hebben nog eten te koop. Dank je. Was gezellig. Komen zeker nog een keer langs. Oh. De hal is ook te huren als een feestje. Wat kost dat huren? Gaan we dat één keer doen? Of we gaan gewoon één keer huren? Als we ons nieuwe bedrijf hebben. Ja, zeker weten. Dan huren we hem gewoon af. Maar ik ga een boekje pakken. Ja, nu wil ik ook weten wat het kost om te huren. Hallo? Wij weten het zelf niet, dus. Zal u even moeten vragen bij Gok of Brins. Zeg maar dat hij een factuur maakt voor 1 avond of 1 middag en dan in mijn bus wordt lot 3:13. Hollandia. 210 hebben wij ook, hè, of niet? Ja, 210. Dat kan namelijk niet iedereen hebben. Andere mensen hoeven namelijk niet te weten wat dat mij gaat kosten, maar waarschijnlijk heel veel. Oh. Oh. Even kijken hoor. Ik help je. Ja, mijn hele inventory zit nu vol. Maar ik had ook zelf, ik had ook eigen boekjes erin. Dus ik moet heel even gaan kijken. Ik ook. Ja, die moet ik gaan uitsorteren. Gaat fout. Kan ook in de titel. Boekjes geven gaat fout. Ik kan ze niet droppen, of wel? Ja. Ja, ik kan ze hier niet droppen. Er overheen gooien. Dat lukt niet. Zo. Nu moeten we al die boekjes opnieuw gaan lezen, joh. Dory. Nou, ik heb nog meer boekjes.
Ja, ik moet ze allemaal even eerst doorlezen. Dat is het probleem. Nou, ze komen eraan. Zo. Of had ik geen boekjes bij? Vanzelf had ik geen boekjes bij, maar... Ik speel liever safe dan dat ik het niet safe speel. Wat denk je? Ik pak ze maar de hele tijd op. Ja. Nou, in ieder geval, ik denk dat hij blij is dat we gewoon aardig zijn. Want ik had ze ook in mijn inventory kunnen houden. Dat had hij ook niet geweten. Maar zo ben ik niet. Zo. Ah. Zo. Nu heeft u alles. Wij zijn... Dat is een eer. Kijk, weet je, zo bereiken we het meeste. Kijk, weet je, wij doen nu iets voor... voor hem, dus hij doet waarschijnlijk ook iets terug. Moest ik... Oh. Ha, lol. Gaan een keer. Moest ik nog iets noteren? Ik weet niet of ik nog iets moest noteren. Nee, hij ging iets noteren. Oh ja, nou, ik noteer het wel. Gold Eagle, 29, Rolandia... Landia 210 kosten middag weekend of avond weekend zo. Jij nul. Kijk eens. Zo. We krijgen allemaal boekjes. Dat is het. Boekje. Nou ja, ga je ze bijgeven ook goed, joh. Hij heeft het nu te veel, dus zei het even als. Oké. Okay. Signing als kosten huur. Zo, nou dan moet het toch goed wezen. Ik hoop het. Wat? Huh? Kijk dit. Huh? Oh, ik wou zeggen wat. Ja, en via boven kunnen hun dan kijken van wat er is gebeurd. Oh, maar dat gaan we zeker een keer huren, joh. Ja. Ga gewoon doen. Nou. Ik zou even zeggen, nog een fijne dag. Nice. Want wat we misschien wel kunnen zeggen tegen de kijkers al is van... Wat gaan wij uiteindelijk doen met het geld wat wij verdienen? Zijn wij zo van, wij gaan het in onze eigen zakken steken? Of gaan we dan leuke dingen meedoen met onze, met de kijkers en met de vaste klanten? En, Nou, meestal leuke dingen toch? Ja. Kijk, weet je, wij zijn niet zo van... Eén iemand is de rijke of één iemand is de arme. Nee, wat wij gaan doen is, als managers delen we alles met elkaar. Zoals we hebben samen dadelijk een huisje en de managers staan trouwens ook op in elk bedrijf. Dan hebben we medewerkers en degenen die natuurlijk het meeste online zijn, die komen natuurlijk ook in de duurste bedrijven. En ja, en wat we natuurlijk ook gaan doen is, we gaan van het geld wat we winst maken, gaan we natuurlijk sparen voor het project. Maar we gaan ook dingen doen. Zoals wat we al zeggen, gebouwen afhuren en daar feestjes in houden. Een giveaways die staan in de planning en heel veel leuke dingen. Dus, Maar we moeten ook leuk blijven, Maitopia. Ja, het moet zeker leuk blijven. En wij gaan dat proberen om dat een beetje te doen. En je zag dat ook bijvoorbeeld als je bij mij werkt. Hij werkt bij 2-3 dagen bij ons en we geven gewoon 1,5k voor. Ja, weet je, ons maakt het allemaal niet zoveel uit. Kijk, geld is voor ons niet het belangrijkste. Maar wat wij zoiets hebben is van, zolang jullie er ook plezier in hebben en wij kunnen jullie erin helpen, doen we dat graag. En ja, dat doen we op deze manier proberen gewoon van een gezellige zaak te hebben waar gewoon iedereen ook in mag gaan durpen. Kijk, weet je, je moet natuurlijk niet gaan schelden of rare dingen gaan roepen in de zaak, want dat is niet durpen. Of geen dingen blokkeren, dat kan natuurlijk ook niet. Maar als je gewoon chill in de zaak komt te staan om te kletsen, dat kan allemaal. En ja, wij zijn de broers er niet. En daar ook natuurlijk met ons dakterrasje. Ja, we nodigen jullie eigenlijk allemaal uit om daar eigenlijk allemaal te komen chillen met ons. En
We hebben daar ook nog, op het moment dat het nieuwe pand open gaat, hebben we ook een surprise. Zelfs Kai weet het nog niet helemaal, maar dat moet ik hem nog ooit denk ik helemaal uitleggen. Maar ik weet het wel. En het gaat werken met leuke coupon dingen. Een coupon houdt in je leven, je kunt een code kopen en die code kun je weer inleveren en dan krijg je iets voor. Hoe dat precies werkt, dat ga ik jullie later vertellen op het moment dat wij de KVK hebben voor een nieuw bedrijf. Ik denk dat het de video wel leuk is geweest voor vandaag, toch? Ja. Tenminste, we hebben genoeg gedaan en lekker geparcourd waar ik slecht in was, gebouwd waar ik slecht in was. Het is allemaal Keizer schuld, jongens. Dus jongens, allemaal hashtag gold is noob. Voor deze keer mag het. Ik zou zeggen, voor nu allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot snel bij een goed nieuwe video hier op dit kanaal.